gaan luisteren naar het eindverslag van een man die maar liefst 7 doelpunten gezien heeft. We gaan naar Jan van Kleef, die was bij Strijen tegen Piers Heel. Waar we bij de wedstrijd hebben zitten kijken, zoals dat aangekondigd is, te Strijen tegen Piers Heel. In het begin, voor aanvang van de wedstrijd, Strijen op een 5e plaats, 18 punten. Piers Heel met de wedstrijd minder, 11 punten. Dus een verschil van 7. Dan zou je eigenlijk denken dat voor Strijen het uiteindelijk makkelijk zou moeten zijn om deze wedstrijd winnend af te sluiten. Nou, dat liep eigenlijk niet zoals Strijen dat had gewild hoor. Want in de eerste helft was Strijen wel die de allereerste mogelijkheden tot scoren kreeg. Maar dat bleef een 0-0. Tot in de 10e minuut Martin de Ruiter een flinke hardschot van aan buiten de 16 meter. Wel meer dan 20 meter afstand. De doelman van Strijen en Godijn wist te verschalken. 0 tegen 1. 32 minuten ver, Loek Visser, een gelukballetje, dat zou je wel kunnen zeggen, want die bal viel plomp voor zijn voeten, die wist 0-2 te maken. Geert Bakker uit de strafschop, 0-3, toen was de ruststand 0, de bereik van 0 tegen 3. Dan zou je kunnen zeggen, had Strijen dan helemaal niet in de melk te brokkelen? Nou, Strijen was eigenlijk qua kansen niet minder dan Piers Heel. Maar Piers Heel wist er 3 maal af te ronden. En Strijen die moest het doen met 0 doelpunten. Zodoende dat Strijen ten opzichte van dat mal de mindere was. In de tweede helft had Strijen de mouwen opgestroopt. Het werd in de 9e minuut 1 tegen 3. Betjanet, dat was de maker. Sambo wist 3 minuten later 2 tegen 3 te maken. Toen ging iedereen op de tribune en inclusief de verslaggever is even goed voorzitter. Want Strijen zou wel eens even 3-3 gaan maken. Maar 10 minuten later een kapitale blunder in de verdediging van Strijen gaf Geert Bakker de gelegenheid alleen op doelman Godijn af te gaan. En die wist te scoren, zodoende 2 tegen 4. 2 minuten later, dezelfde Geert Bakker omspeelde de doelman van Strijen die uit het 16 meter gebied gekomen was. Omspeelde die, lopte hem over 2 verdedigers in en toen stond er 2 tegen 5. Toen kon Strijen er nog wel het een en ander tegenover zetten, maar doelpunt te maken was er niet bij. Piers Heel ging wat achteroverleunen, probeerde met counters het spel nog of de doelpuntenreeks nog groter te maken. Dat gelukte allemaal niet. Nou, zou je dan zeggen dat Strijen uiteindelijk, of dat Piers Heel Strijen overklast had, heeft? Ja, dan moet ik toch eerlijk zeggen, qua doelpuntenverschil zou je zeggen ja, maar in zijn totaliteit nee. Al met al, Strijen was wel de mindere en de eindstand van Strijen tegen Piers Heel 2 tegen 5 is eigenlijk nog niet eens onverdiend.